Dat was vroeger functioneel, maar wat er nu gebeurt, weet ik niet. Ja, jammer. Dat is een beetje een icoontje van Zeewolde. Ik weet niet waar het de laatste tijd voor gebruikt is. Voor niet heel veel eigenlijk. Dit gebouw, de basement, staat leeg. Basement is de huidige naam van het pand. In Zeewolde staat het beter bekend onder de oude naam, Backstage. Het pand begon hier zo'n kleine 30 jaar geleden met de naam Subway. Eens even kijken op de site van het kadaster. Het pand is gebouwd in 1991. Het is 338 vierkante meter groot en gebruiksdoel sportfunctie. Nou, ik ken het eigenlijk alleen als een jongere plek. Met sport bedoelen ze natuurlijk vast het schuine dak. Hè. Zo interessant is dat een skihelling. De eigenaar is de gemeente Zeewolde. Ja, dit is weer zo'n leegstaand gebouw, hè? Niks doet het. Staat al jaren leeg hier in Zeewolde. Was ooit toch echt een heel leuk gebouw, een jongerencentrum. Maar nu is het troosteloos en dicht. Als je met je gezicht tegen de raampjes aangaat, bestaat er heel veel van dit soort raampjes hier. Nou, het ziet er nog best netjes uit. Een paar tafels. Ja, wat heel speciaal is aan dit pand, is dat het aan één kant een ingang heeft en aan de andere kant een enorme lap gras als dak heeft. Het is 1000 vierkante meter gras. Maar dat betekent dus ook dat je maar aan één kant licht hebt. Dus ja, een jeugdhonk kan goed, maar wat kan je er anders mee? En dat verzinnen blijkt nog behoorlijk lastig. Wat zal er mee moeten gebeuren? Ja, het liefst het leegstand eruit natuurlijk. Het zou een beetje zonde zijn dat er niks mee gaat gebeuren verder. Nou, er kan best wel wat mee gedaan worden, denk ik. De gemeente Zeewolde wil verder niet heel veel meer zeggen over het pand. Het is in gesprek met verschillende partijen over een nieuwe bestemming hiervoor. Tot die tijd houdt de gemeente dus de kaken op elkaar. Nog even geduld dus. In ieder geval tot half augustus, dan moet het rond zijn.